fijn multizaag. Dat is fijn. Ik heb vandaag besloten dat mijn oude fijnzaag kapot was. Hij werd heet, kwam olie uit, hij maakte een blikkerig geluid en hij had geen kracht meer. Dus, kapot. Toen dacht ik, nou, wat heb ik er nou voor over om te laten repareren? Ik dacht, €100. Dat wil ik wel. Maar daar gaven ze me geen kans toe. Want €100 is niks om te repareren. Alleen het versturen al is al 16. Dus, een nieuwe. Ik dacht dat hij maar 2 jaar oud was, maar volgens de verkoper van Breur, die had het over dat die sticker die erop zit, wel minstens 4 jaar oud is. Dus ze gebruikten die stickers niet meer al 4 jaar. Dus in mijn hoofd is het korter dan in de werkelijkheid. Ik heb hier nou de pinker, dit is mijn oude. En die was 400 watt. Toen ik die kocht, toen had ik een klus wat ik vond dat niet opschoot. Dus ik weet het nog welke klus het was. En ik ben naar de winkel gehold. Ik wil de sterkste machine die je hebt. Het was toen de tijd 400 watt. En met diezelfde vraag ging ik weer naar Breur. Ik wil de sterkste machine die je hebt. En hij noemde allerlei voordelen van andere machines die stukken goedkoper waren. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon de sterkste machine. Dan ben ik de duurste wel uit. Maar daar heb ik jaren plezier van. Ik gebruik hem vrijwel iedere dag. Dus die oude machine, die ga ik dan weer eens uit elkaar halen. Kijken of wat ik er nog aan heb. En toen kwam ik aan een nieuwe machine. 400 zoveel X. Nou zal ik op internet misschien goedkoper uit geweest zijn. Maar die heeft hem niet voor morgenochtend. Een dik boek met voorschriften slaan we zo over. Wat blijkt nou dat ze ook verschillende aansluitingen hebben. Het verhaal is, wat ik begreep, dat je een speciaal soort zaagjes moest hebben voor die sterke machine. En dat je dus niet een slap zaagje op een sterke machine kan zetten. Dus dit moet gegarandeerd een goede zaag zijn. Ik zie hier een of ander ding, een schijfje, uitroepteken. Nou, dat zal ik nog eens bestuderen, dat weet ik niet. Maar ik ben zeer benieuwd naar het zagen van de zaag. Of ik ook werkelijk verschil voel. Ik heb hier het hardste hout wat ik heb hier in mijn werkbank. Even de telefoon aannemen. Zo, ook weer afgehandeld. Maar er zijn speciale zaagjes. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Met zo'n opstaand kantje. Er is er nog een gewonere soort met meerdere gaatjes die er ook op past. Die minder duur is. Dat is korter. Ik vind het soms wel eens prettiger. En die lange. Ja. We gaan eens kijken. Kijk, ik ben geen expert van deze zaak natuurlijk. Ik koop als consument. Dus verwacht van mij geen advies hoe die zaag is. Ik zeg alleen hoe het voor mij prettig is. Aan, uit. Voelt lekker goed. Wat ik ook heel erg prettig vind, is dat ik de snelheid met een knopje die zit hier. Bij die oude zat hij op de rug en dan ging hij er iedere keer vanaf als hij met je hand eroverheen ging. Hier nog die oude hier, zo laten zien. Dan zit die knop hier zo. Op een gegeven moment had ik bedacht om een plakbandje eromheen te doen, dat hij er niet meer vanaf ging. Want ik werd er gek van. Maar ik heb hier bij deze machine 2 schroefjes zitten voor een zaagje, een rond zaagje of met een soort geleider. Nou, ik zie hier ook 2
plekken van zoiets. Ik denk, dan hoort die geleider ook. Dat ga ik even uitvinden of dat ook hierop past. Je kan hem er zo op klikken. Volgens... Oh, het gaat vrij makkelijk. Hij zit. Klaar. En als je hem lossen wil, die knop. En dan is hij los. Geweldig. En doe je hem om de hoek. En dan is hij zo. Nou, vind ik wel een... Kijk. Rolt er zo af. Kijken natuurlijk hoe dat in de praktijk gaat werken. Maar ik heb hier nou deze zaag die erop past. Ik heb hier Azo-B. Dat is het hardste wat ik heb in huis. En dan ga ik eens zagen. En dan ga ik mijn gevoel erop geven wat ik er nou van vind. Dit is een machine van 450 watt. Dat was de sterkste dus die ze hadden. Als ik dit doe, moet ik dat met twee handen doen. Ik ga even mijn oordopjes in. Oh, maar dat gaat goed. Die maakt heel wat minder herrie als die van mij hoor, die andere. Deze. Die kan ik nog even laten horen. Maak een rotherrie. Maar nou is hij natuurlijk ook kapot, hè? Hij maakt een blikkerig geluid. Oh, dat is geweldig. Want ik heb altijd mijn oordopjes aan als ik ga zagen. Oh, dat is geweldig. Het is echt hard hoor, dit. Ik zal eens een Einhell machientje ook eens doen. Hij is redelijk scherp, dus dat moet lukken. Kijk, die kost geen drol, deze machine. Nou, hij komt er niet door hoor. Het is, dat gaat hem echt niet lukken. Met dit soort hardhout. Voor vurenhout gaat het nog wel lekker, maar het kost ook 2-3 tientjes. En deze kost 460 geloof ik. Ex-BTW, dus daar zit je over de 500 euro. Maar daar heb je een beest van een machine voor. En niet veel herrie. Vind ik geweldig. Nou, en die andere zaagjes. Ik ga eens kijken op internet of die goedkoper. Dit is zo'n 16 euro geloof ik. En ik ga eens kijken hoe dat op internet kost. Want dat ga ik natuurlijk niet uitgeven, zoveel geld. Er is een half maandje bij. En ik zie hier in het boek iets van een smal... Ja, misschien een mesje. Ik zie geen zaagweergave wat er opkomt. En het is ter bescherming van je handen, geloof ik. Als ik het goed begrijp. Het staat er niet echt bij. Dus je moet hem 1... Wat zag ik nou? 1, 2. Maar hij hoort hier zo onder. Met het klepje omlaag. En dan kan je, ja, ik zie het nut nu eigenlijk niet zo van in.
Je hebt het ding open. En je doet het erop. En dan kan je dit er op en eraf halen. Er staat hier ook een soort tekeningetje op. Je kan het niet goed zien, maar het staat dus dat ding schuin erin zetten. Zo, recht. Nou, ik zie het nut niet. Als je hem recht zet, dan is het... Nou ja, hij staat omlaag. Dan heb ik het idee. Nou, helder wordt het me niet. Ik zal het eens vragen in de winkel.